is alweer woensdag. En dit is mijn outfit. Ik ga dadelijk ook omkleden. Alleen, het is best wel slecht weer. Ik ga even kijken hoor. Ja, het regent en het waait. Isa, een vriendin van mama, die heeft beloofd aan een meisje om naar de Efteling te gaan. Dus, dan gaan we maar toch even gezellig mee. Ik ga even omkleden, zien jullie mij? Ja, jullie. Nou, ik ben weer klaar met puffen. Dus. Isa, een vriendin van mama, neemt dadelijk een meisje mee van syndroom van Down. Syndroom van Down is een afwijking van het DNA. Sommige mensen zeggen dan ook mijn goortje, maar ik vind dat een scheldwoord, dus dat gebruik je niet. Maar we zijn allemaal mensen, dus we zijn allemaal gelijk. Oh, het was gewoon heel erg slecht weer, dus dat is ook weer jammer. Dus de Efteling gaat niet door, maar we gaan dan wel naar de bioscoop. We gaan nu naar de bioscoop, maar wat een wind, wat een wind, wat een wind! Hebben we er zin in? Ja! Dit is zoveel wind, ik kan er niet op staan. Zoveel wind heb ik nog nooit meegemaakt. Dames en heren, dit is gewoon niet te doen. Dit is echt gewoon weer om thuis op de bank te gamen. Waar is Isha nou? We hebben geen idee. Nou, ze staat in de rij. Oh, Isa staat in de rij. Isa, padaba. Waar? Hoi, Isa. Hallo. Het is behoorlijk druk, maar gelukkig zit ik wel echt in de rij. Zouten popcorn en een spekje en een lolly. Ja, 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 ja. Wat wil je, zoet of zout? Allebei. Kijk eens aan, dames en heren, dit is van mij. Zoete en zoute popcorn. Ferdinand, spekje, water. Joehoe! Heb je er zin in of niet? Ja, en ik wil nu al één popcornje eten. Doe maar, kijk of het lukt. Hop, hop. Ap. Welke is het, zoet of zout? Zoet. Ja. Zullen wij naar de film gaan? Kom dan. En dan schop, dan gooi je ze hem helemaal weer terug naar huis. Ja, dan gaat hij naar huis. Oei! Dank u wel. Wat wil je weten? Hoeveel calorieën deze nachos zijn. Dat je nachos net zo uit Mexico. En wat vond je van de film? Leuk. Ja? De film was echt heel leuk. Het was een beetje drama, een beetje naturel. Grappigheid en smeren. Mama is hier beneden aan het strijken, maar ik moest mijn kamer opruimen, maar daar heb ik even geen zin in. Dus dan ga ik maar ergens anders mee bezig zijn. Dus ik klim even op mijn bed. Oei. Ah, kijk eens aan.
Nou, mijn voeten zijn een beetje koud. Daar hou ik niet zo van. Nou, eigenlijk wil ik hiermee oefenen, want de chauffetteling, waar kan ik hem neerzetten? Nou, dat is het probleem. Oh, daar kan ik hem best neerzetten. Wacht even. Zien jullie? Oh, nee, wacht. Ja, perfect. Die gezet. Dus ik zal hem wel een beetje hoog houden, zodat jullie kunnen zien. Dat is eigenlijk heel vet en eigenlijk past dit nergens bij. Maar ik kan er wel mee. En ik kan een combinatie. En dit is mijn favoriet. En deze. Oh, die is niet zo leuk. Lijkt net alsof je in een salon zit. En deze. En deze. Oké, dat is vreemd. Dat die... Dat kan je stoppen. Waardeloos. Hij kan wel dit doen. Oh ja, baby. Ik ben een diamond. Ik ben een diamond sword. Oh, dit zit mijn afgelopen vast. En, oh trouwens. Ik kan jullie nog laten zien. Alleen dan moet ik nog wel goed van mijn trap af. Oké, daar gaan we. Net zat ik op een donut. Ja, en dit is mijn drumstijl. Zo, letjes. Dag, zit er alweer op. Oké, we zitten nu even boodschapjes te doen. Want mijn mama gaat weer de vlog editen. En misschien blijf ik bij oma slapen. Want het is nog steeds vakantie. En op iedere woensdag en zondag is er weer een vlog. Vanaf nu. Vlog! Hoi, Pani. Hey, schatje. Nou, eet je het. We gaan kijken. Dat Ethiopië? Gaan we kijken nou. Ethiopië, toch? Voor je kijken. Zeg jij maar voor je kijken. Dan gaan we daar kijken. Nummer 60. Dun. Wat bioscoop? Leuk. Mijn lieve Estibola. Doe een blauw duimpje omhoog. En doe alsjeblieft abonneren.